We gaan naar Groningen, man. Naar het grootste karaokefestival van Europa, gasten. Ik ga hier een eierbal proberen. Iedereen is nat, bro. Wat vond je ervan? Ja, heel leuk. Wait, ho, dit is echt de kung-kung muziek. Kom op, kokstabber! Ik proef nog mijn fucking schoen in mijn mond, man. Ik stop trouwens in november met draaien. Yo, dit is Seba, de vriend van Michael Amani. Wow. Een nieuwe phone. Zonder simkaart, zonder apps. Ik kan niet inloggen, want ze sturen mijn code van de login altijd naar mijn vorige telefoon, die ergens in het zand ligt op weekenddance. Ga met metaaldetector naar Zeebrugge en vind mijn iPhone. Kijk tot het einde als je wil weten wat je kunt winnen. Ah, ze mogen deze hebben. Een iPhone 8. Dan mag je een gsm van iemand anders gebruiken en hij zit direct aan het weggeven in een fucking giveaway. We gaan naar Groningen, man. Naar het grootste karaokefestival van Europa, gast. Besef. Is dat? Ja, blijkbaar. Week op die website aan het scrollen. We dachten, wat kunnen we daar doen? Blijkbaar, ja, grootste 8000 man. Want we gaan straks draaien, maar we gaan eerst naar de. We gaan inderdaad ook een show. Wat is dat met deze wegen, gast? Oh, wat wakker! Die wakker met die kapotte rat. Hey. Hey. Zie met die bij. Hey. Hey. Kom van me. Ah, goeie drop. Lekker van jullie, alsjeblieft. Waarschijnlijk als deze video online komt, kunnen jullie wel merch kopen. Dus boys, wat moeten mensen doen? Marklamani.com/shop. En nu clean. Marklamani.com/shop. Piep, volle lijn, 50 euro boete. Makker, dat is al 250 euro sinds dat we beginnen filmen zijn. It's gonna be expensive. Als de politie aan het kijken is nu. Elke grijze vlek op die kaart zegt je al voor een half uur lang dat dat tankstation is. Maar dat gaat deze ook niet zijn. Staat zelfs SOB. SO naar waar? Naar wie? Hier is het misschien. Ja, daar zal het misschien zijn, ja. Dat klopt. De volgende scène kut ik naar het tankstation. Ik geloof erin, we gaan er geraken. We hebben dan een herreskamer en dit is hier. Heb je exact dezelfde kamer als wij gevraagd? Ja? Hallo kijkertjes, niet vergeten liken en abonneren. Mai. Je ziet wat al de show met DJ's doen, man. Wat ze gaan doen eigenlijk? Of spuug er eens op hebben, broer. Het is gewoon zo met mijn organen aan het houden. Weet je, laat ook maar, man. Nu pas hier. Ik heb niks niet bij. Oeh, maar we zijn helemaal naar Nederland gereden. Mijn kamer mocht je alles. Ik heb ooit een camera meegepakt op vliegtuig en die pleut zei hier, fly the plane. Wij gaan nu Appie overvallen. Als je geen camera toont, gaan die van de Appie zeggen, reken zelf af. Wat willen jullie drinken? Mij dat betalen, hè. Mission card. Dat is nieuw voor mij. Drinken alcohol, normaal. Insane timing. Ze zijn er al, hè. Dan check deze maf. Ik loop er gewoon met zo'n bord rond. Dat niet meer herkennen, denk je? Wat een dikke stage, of niet? Als ze zachtjes tegen je praat. Ik wist niet eens dat het een ding was. Broer, zeggen die niet. Je moet gewoon liken, Superman. Hij heeft een roze pet. Kennen jullie Tim en Heiko Hofman? Zijn die straks hem pennen? Ik moet zo meteen ook optreden, hè? Nee, joh. We hebben hier gewoon een stem, man. Wat zouden jullie doen? Moesten Michael Amani hier nu plots zijn? Nu plots. Wat zei je er? Doen. Oh, groeten. Oké, wat meegenomen voor jullie? Oh, jij bent Michael? Hi. Mies. Gabi. Hi, hey. Wat zijn jullie aan het filmen? Wij doen mensenmening. Ik kan niet even eentje met jou opnemen dan. Ik heb een paar foto's meegenomen van collega's. Ik wil dat je eerlijk bent, ja? Smash or pass. Anul. Hij is zo vrolijk en vriendelijk. Het smash. Gaat overal smash op zeggen. Smash. Ik vind hem wel zo'n guy die iedereen gaat smashen. Ja, ik ook. Ja man, knappe gast in zijn reet. Patrick, dit is een van mijn keisgenootjes. Hoe erg lijkt het op jou? Is dat? Mag het is nog maar 11 uur s'avonds in de zaal. Gaan mensen, even ruimte maken mensen. Bro, ik vind altijd zo awkward man, van die escortes shit. Sam Hofman. Bro. Iedereen is nat, bro. Iedereen is nat. Okay. Op. Wat vond je ervan? Ja, heel leuk. Ja. Yeah. Baby dev. Yo. We zijn terug in de club. Ik mocht niet binnen, maar ik had mijn ID niet bij. En die gast dacht dat ik 17 was. Deze is van het huis, waar we in de paas gespeeld hebben. Hey, school bij Groningen. Oh. Michael Amani heeft goed gedraaid, jongen. Lekker, Pete. Niet normaal. En cameraman. Hey, cameraman. Hey. Ja, 100%.
maar spannend. Sst, Waddox is even aan het kussen in de club. Sama is een check aan het regelen. Waddox, als je aan het kijken bent, snoep. Waddox! Hé, hey, de rust gaan naar ratten. Waarom boos, jongen? Omdat het fucking dingen niet doet. De kipburger. Ja. We zijn niet meer boos. Kusje. Ik ben nog altijd aan het sterven van die pikante. Ik had gevraagd looksus en een klein beetje sambal. Ik vermoed dat zij begrepen hebben enkel sambal. Nee. Want ik zweer het sterven. Nooit. Heb jij eens een eierbal gehad? Nooit. Weet niet een keertje proberen. Bami boys. We zijn hier weer met een nieuwe aflevering hier in Groningen. In Snackhoek. Ik ga hier een eierbal proberen. Ben je een bel? Ja. Best knapperig, een licht malse eibal. Maar wat kunt je meer zijn over een hardgekookt verduurd eier? Ja, we krijgen nog een shotje van een van de random club. Ja. Welk shotje kan je geven? Tro 80 nemen. Als je neemt ben je gek, hè? 80% alcohol, let's go, de taster. Zo lang mogen wachten met wegspoelen. Oh, zit er alcohol in? Oké. Okay. Ah, nee, jij doet goed, jij doet goed. Zolang mag wachten, hè, met die cola. Zeg maar, mijn zusje die spoelt met die cola weg. Die is 7, dus Kijk naar wat een film, man! Oh! Even stuurder dan ik. Oké. Zolang mag ik wachten met die cola, hè? Ja, maar ik voel me al branden, man. Maar ik vond die stroom eigenlijk nog lekker. Maak je het besef. 80%! Ik ben walk in the park, hè. www.michaelamani.com/shop. Schoen jongen. Dit voelt echt als thuiskomen voor hem. Man. Ja. Makker, ik zei het net ook en je hebt nog niet eens een pruik gezien. Hè. Oh. Ha, wie dat we daar hebben? Dat is DJ Paul Elstak, jongen. Jongen. I wanna see you right bow high in the sky. I wanna see you. Het grappigste van alles is dat Maxi echt een f***ing gabber is. Ja, het is zo schraal om ze met die bak over de wei te moeten lopen, man. Dit is Camping Kitsch. Papa! Neem foto, man! Pak die ESM, Leulang! Snapt of niet, jongen? Knockout. Wat ziek groot, man. Die main zit is echt sick, hè? Fucking insane, toch? Check dat. Doe je beter niet gooien? Om 11 uur ga ik draaien. En ik zie dat die pendy nog niet veel gebruikt heeft geweest. Dat is champagne. Waarom moet dat rustig gaan, snap je? Allee. Ja, kijk. Die en die. Ik weet het niet meer. Michael Amadmani. Hoe zou de BSO'ers zich gedragen op Camping Kitsch? Hey, dat wilde niet weten. Wie is uw vriendin? Mijn vriendin? Kun je eens 360's vinden? Ja. Ah, plan B. Van waar komt de inspiratie? Ik heb gewoon een gekke kopje. Omdat je dacht de mainstage is verkleed als die pop daar. Nee, ik was godverdomme fucking jaloers jongen toen ik hier aankwam toen ik die pop zag. Wat is er één ding dat jij zeker wat gedaan hebt op Camping Kitsch? Leuk hè? En is dat gelukt vandaag of niet? Daar heb ik geen mening over. Ik hou het voorlopig op plan B. We zien wel als we plan A tegenkomen. Wij zijn hier. Alles kapot smijten op elkaar. Goed probleem. Let's go, let's go. Ik had dat niet gezien, bro. Wel sick, die recycleren gewoon al die flessen op deze manier. Ja! Hummer! Hey, Houdoe! Hoi! Hier zijn Giga Gabarino! Oké, hier ook, oké, hier ook voorbij! Mish, I love you, bro. Op Mish, I love Mish. Mish. Ik ben hier een maatje. 11 uur, bro. Wanneer is het 11 uur? Half uurtje, kwartiertje? Een uur en half, twee uur. Tot aan 1,5. We houden het tussen tijd. Ik zou je niet kunnen aanraden wat ze nice vinden. Marginaal, harde fucking techno. Ja. Want we hadden echt harde techno en daar gingen ze zo half goed, maar voor ons was Pompak en dat was ziek harde. Daar ging die mega goed. Ik ben de moeder van Pompak ook tegen. En hij moet om 11 uur. Ja, je zoon is al weg, hè? Ja, goed, waar? Maar ja, hier loopt hij nog rond. Ik chill mensen. Casual check-in. Ik heb dat nog nooit verteld, maar tot mijn 11 jaar heeft mijn familie op de kermis gestaan. Daar waren wij voor reis, we gingen met botsauto's, we woonden in een caravan en zo. Ja, ik denk dat mijn liefde van muziek daar ook van komen is. Maar het is altijd als ik zo op een festival of zo, zo'n kermisattractie zie staan, doe me dat terugdenken toen ik op de Polyp ging. Gratis, want ik was de zoon van Mark de Munter. En ik was zo die gast die in de botsauto zo aan de zijkant zat, met zo'n ene jeton, maar zo'n sleutel. En dan zo'n man langs de zijkant pakken zo. Bam! Dat was kick, jongen. Weg, maar dat is een goede sessie, bro. Shout out naar Bulletje. And another love. Come on, come on. Oh my god. Zo maf, joh, mijn nieuwe Camping Kitsch outfit. Hey, mijn laatste de ballen! What the fuck? All another love. Ik heb vol in de champagne met mijn camera. Wat zijn de chickies? Jalien heeft mij dansmoves geleerd.
I like the way you move it, move it. Move it, bitch. Wait, ho, this is like the Kung Kung music, eh? Here we go. Ik proef nog mijn fucking schoen in mijn mond, man. Ik heb zand in mijn mond gehad. Steentje. Ik wil wel dat wij vandaag met onze outfits gewonnen hebben. Yeah. Hoppa! Boy. Jullie zijn alle twee zo in jullie element, jongen, hier op Campukies. Dat is niet normaal, hè. Bakken, zes. Hey. Fien is aan het kijken, hè, bro. Wie is het gaan betasten? Hey. Wie? Hey. Dat Michael Amani zijn poepie is echt zwaar sweet. Hij postte gisteren op zijn story, hebben jullie nog tips voor Campukies outfit. En dan komt hij met dit. Wat is dat zelf, bro? Dat is bro, je bent toch DJ, je hebt dit genoeg. Ga naar de winkel en koop je deftige outfit. Check dat. Sowieso, man. Check. Daddy. Ik stop trouwens in november met draaien. Sweet. Ik wil volgend jaar iets heel gek doen. Maar daarvoor stop ik dus met draaien in november. En ik ga 2 maanden op vakantie naar Amerika terug. In plaats van dat ik normaal in januari en februari ga. Dus nu gaan we naar Flight 90 in Oostende. Ik ga straks mijn fit wel moeten, nog moeten changen. Of wat denk je, dan gaan we gewoon zo draaien. Ga zo, man. Het is echt gewoon een club, dus. Quote van 2023, let's go. Fucking no. Beach festival. I like the green grass, no.